Luc, 3-0 in de bekerwedstrijd tegen Go Eagles. Natuurlijk heel mooi. Natuurlijk, we hebben van de verre de laatste 16. Kijk wat we kunnen loten nu. Het zijn mooie ploegen achterom. Dus. Ja, dan mag jij invallen in de bekerwedstrijd en dat moet natuurlijk heel erg veel voldoening geven. Ja, dat is top natuurlijk. Zeker met een 3-0 voorsprong in te vallen is altijd lekker. Dat is mijn debuut nu. De club waar ik eigenlijk mee jeugd gespeeld, dus dat is gewoon top. Ja, je hebt al in de voorbereiding een aantal minuten mogen maken, maar nu als het echt om de knikkers gaat, dan is het natuurlijk extra speciaal voor jou. Ja, het is de eerste officiële wedstrijd, dus dat is zeker speciaal. Ja, gaat deze jouw Facebook op of daadwerkelijk de boeken in het plakboek thuis? Ja, niet door mijzelf, maar we zullen zien wie er erop staat. Ja, donderdag is de beker loting. Zit jij vol spanning voor de televisie? Tuurlijk, zeker. Wie hoop je dat we mogen loten? Ja, Ajax en Feyenoord zou natuurlijk top zijn. Maar iedere tegenstander is wel pittig, dus dat maakt eigenlijk vrij weinig uit. PSV, Roda? Ook goed. Amateurclubje om nog een ronde verder te komen? Alle ploegen worden lastig, dat is ook een amateurclub lood of dat je Feyenoord lood. Dat maakt niet zoveel uit. Krijg je 90 minuten, krijg je sowieso lastig. Dus. En vrijdag spelen we een hele belangrijke wedstrijd in Doetinchem tegen de Graafschap. Hoe is het met de spanning binnen de selectie? Oh, ik denk wel goed. Ik denk, natuurlijk speelt de meter een periode kan pakken, maar de sfeer is goed. Dat is geen gezonde spanning. Dus de verwachting is dat we vrijdag gewoon met de periode de bronzen stier en 75.000 euro en met daar de play-off plek naar huis gaan? Dat is wel het doel. Wat gaat de beuren zelf zijn? 550 man in het uitvak. Sorry? 550 man in het uitvak, wederom uitverkocht, net zoals bij RBW. Dat is eigenlijk wel onze prestatie van dit seizoen, dat er zoveel supporters komen naar de wedstrijden. Dat is En hoeveel minuten denkt Luc te gaan maken nog het komend seizoen voor het eerste van de Fortuna? Ja, zoveel mogelijk, hopelijk steeds meer. En uiteindelijk wil je natuurlijk voor die basisplaats gaan, maar de tijd wijst zich uit. Ja goed, dankjewel voor dit interview en heel veel succes komend seizoen.